Hele goedemorgen mensen. Goedemorgen. Vertrokken van Palamos. Maar goed, we vertrokken met zonnetje. Hij schijnt nog steeds, maar het is hier wat meer bewolkt, hè? Ja. Ietsjes, maar we hebben wel weer prachtig uitzicht. Het is wel een mooie weg. Ja. Het is een kilometer of 40 naar de grens, hè? Ja, we gaan Spanje verlaten. Ja. Helaas. Frankrijk in, richting Milau, Clermont-Ferrand. De bekende A75-racing. Voor de meesten, denk ik, die richting Spanje komen. We gaan lekker niet over de tol. We hebben geen haast. Vorige keer hebben we dat wel gedaan. Hè? Ja. Dan hadden we minder tijd. Geen haast, maar minder tijd. Ja, we hebben nu nog tot woensdag in ieder geval. We willen woensdag thuis, het is vrijdag. Dus ja. We hebben in ieder geval nog een beetje spelen. Lekker op gemakkie. Ja. Ja. Slecht slapen. Hebben jullie dat ook op zo'n reisdag? Dat je daar die nacht daarvoor gewoon minder goed slaapt. Ja. Wakker bent. En jij had elke keer dat nummer van Toffer in je hoofd. Ja. Hoe dan? Omdat we gisteravond een vlog hebben gekeken. Ja. Dus dan blijft dat deuntje. Dus een goed deuntje. Dat deuntje, ja. We laten jullie weer hier en daar een klein stukje meerijden. En dan zien we jullie in Frankrijk. Ja. En ik hoop dat gewoon Nederlands blijven praten, maar Frans ken ik niet. Dan we moeten de bordjes er nog even op maken. Oh ja, de bordjes er zometeen nog even op zetten. Voor we de grens over. Ja, dan gaan we doen. Nou, bis Peter. Tot later. We rijden Estatiet in. Nou, gezellig. En dan ben ik, dat is de regio, in mijn jeugd vaak geweest. Ja. En we zijn vorig jaar, voorjaar? Ja, hè? Ja, voorjaar, vorig jaar, ja. Hebben we hier ook een nachtje gestaan of twee. Ja, in Estatiet zelf, hè? Neem de tweede afslag. We hebben gefietst. 6,5 ton, dus je mag gewoon. Dat is geen probleem. Ja. Ja. Ja, even kijken. Ja, ik denk dat het een fietsstraat of zo. In plaats van zebrapaden hebben ze er gewoon oranje vlakken gemaakt. Ja. Wel mooi duidelijk. Nou, het kan allemaal net hier, ja. Hè? Ja, leuk straatje, ja. Nou, dat zijn de eerste zonnebloemen al. Ja. Aan de rechterkant. En nog niet eens in Frankrijk, hè? Nee. Ja. Na 1 kilometer neem de eerste afslag op de rotonde. Het is hier ook allemaal appeloogst, hè? Ja, heel veel appels. Maar aan die zonnebloemen kunnen we zien dat we de verkeerde kant op rijden. Mm-hmm. Ja. Weer terug naar het noorden. Ja, klopt. Ja, ja. Ik zag het, ja. Maar lekker de kinderen weer allemaal zien. We hebben gisteravond alweer het eerste weekendje weggepland. Ja. Eigenlijk, jij komt een week thuis, ga je naar boord en dan gaan we alweer weg. Lekker man. Maar één dan. Nou, dat moeten we nog plannen. Neem de eerste afslag. We hebben gisteren gesproken met Erik en Diana. Mijn broer is gewoon zus. Oh, ik heb een verkeerde afslag. Ja. Ik zit weer niet op te letten. Oh, ja. Dat we waarschijnlijk richting de Moezel gaan. Dat is toch een afspraak?
Sorry, ja, ik was even andere dingen aan het doen. Maar dit, jij vroeg aan mij, waar gaan we heen dan? Ja. En toen zei ik van, nou, we gaan met Erik en Diana naar de Moezel. Ja. Als dat lukt, want het is natuurlijk hoogseizoen. Dat is het jongere broertje van jou, toch? Mocht hij willen. Ja. Oeh, dit is slecht weekend nu. Maar. Nee, we hebben gekeken of er nu een mogelijkheid was om elkaar te treffen in Zuid-Frankrijk. Maar dan wordt het voor ons zo racen. Want zij zijn in Zuid-Frankrijk. Bij Avignon. En toen hebben we gezegd van weet je, we gaan gewoon gezellig met elkaar een weekendje weg als we weer in Nederland zijn. En dan Duitsland de grens over of zo. Huh? Even wijn proeven. Ja. Ja, dat is voor iedereen denk ik wel een bekende plek. La Jonquera. Iedereen nog even spullen kopen? En we zijn in Frankrijk. Ja. Mediterranee. Ja, dat is een aardige club. Ja, echt wel. Ik zie hoe die vrachtwagens mooi zijn. Ja, die komen bijna niet vooruit. Mooi nisman. Thank you.
op 400 meter zijn we. Saint-Germain-du-Tille. Ja. Ja. Een of ander bergdorpje met een campingplaats. Ja. Met alle voorzieningen. Ja, dicht bij de 75. Nou, wat is het? 10 minuutjes. Ja. Kijk er rechtdoor, dat mag ook. Ja. Bonjour, madame. Hallo. Ja. Kijk, er staat ook een bordje al. Zie je dat? Hoi. En we hebben de regen. Ja, het begint te regent. We zeiden net van, het wordt mooi weer. Ja. Moet hier rechts in. Hier? Hier. Oh ja. Kijk, hier is de supermarkt. Kijk, kun je brood halen. Alleen nu niet. Om 4 uur weer. Hier. Ops. Oeh. Nou, het is hier. Het zijn allemaal auto's. Erachter misschien. Daar is het. Ja. Dat is ook. Voel je? Is dat het? Denk ik wel, ja. Ja, want hier is een loosplek. Oh, hier is wel loosplekken. Oh ja. En deze dan hier. Oh, daarna is die camper. Vriendelijke mevrouw. Ja. Naast die camper kan het daar. Leuk plekje hier. Ja. Ja. Brood over. Nou ja. Oh, je hebt hier een brood over. Die zou er ook een pizza kunnen bakken, denk ik. Geluidje. Heb je het, hè? Oh ja. Ja. De schep. Voor brood op te leggen op de fiets. En de dweil. Zodat die hond zijn waar ze het over hebben op campercontact. Ja, wie weet. Die de hele dag aan het blaffen is. Ik denk dat hij alleen aansluit als hij wat doet. Dat denk ik ook. Ik heb het gevoel. Ik denk dat het niet gehoord. Hier. Ja, maar die gaat echt mooi passeren. Nou, je hebt wel gelijk, Jut. Echt een prachtig mooi uitzicht. Kijk even kijken, Saitje. Mooi. Ja, zo te horen. Maar ik zag net wat raars. Waar Saitje al zat te snuffelen. Kijk daar eens. Wat is dat? Oh. Heel groot bot, vandaar. Ja, een heup of zo, lijkt het wel. Zeg, ja? Lijkt wel een heup. Nou, ik ga de mensen begraven. Je moest de oma kwijt. Prachtig zo, dat huis. Het hele huis nagebouwd. Grappig. Ja, zo was het waarschijnlijk oorspronkelijk. Ja, ik weet niet. Geen idee eigenlijk, staat er niet bij. Wel leuk. Oh ja. Ja. Ja, mooi.
nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog. De Marie. Staat genoeg in? Aardappels? Aardappels en wortels. Wortels, ja. Oh. Dit is een courgette of zo. Ja, dat zou kunnen. Een aardbeien hangen er nog aan. Kijk, oh, ja. daar zitten nog aardbeien. Ja. Dat zijn tomaten tegen die stokken. Ja. En daarachter ui. Of rij. Ja. Ja. Nou, ontdek je plekje. Hier woont denk ik het gebouw. De deur te zien. Dat is net zo'n kunstenaar. Oh ja, dit is leuk. Het heeft die verborgen hoekjes. Ja, prachtig. Hier kun je logen, je kunt je wc spoelen en leeggooien. Het is grijs als wat water. Hier kun je eventueel aan de 220. Ik dacht dat je jettens moest halen voor water. Nee, je kan gewoon spoelen. Het is gewoon vrij. Je spoelen. Daar staan wij. Je hebt toiletten. Ja. Gratis en beschikbaar gesteld door de gemeente. Geweldig. Nou, zijn we er weer. Dan zijn we. Een snelle hap gescoord. Nee, nee. Nee joh. Morgen zal ik wel even lekker daar zitten. Ja. Goedemorgen. We zijn net vertrokken uit Le Germain du Thé. Zo. Ja. Heb je net geoefend? Nee, niet eens. Nee, inderdaad. Nou, perfect. Lekker geslapen. Wat een lekker plekje. Mooi plekje. Ja. Rustig waren met nog twee campertjes. En verder, je hoort straks helemaal niks. Nee joh. Hè? Perfect. Ja. Bakketje, of tenminste een supermarktje op de hoek. Vanmorgen nog even, die is om 7:30 open. Dus lekkere croissantjes gehaald. En net verzorgd, alles is er eigenlijk, hè? Ja. Behalve stroom. Behalve stroom, maar ja, die kon je nog wel pakken hoor, eventueel, maar okay. Als je nodig had. Hebt. Dat is het. Vers water geloosd. Er staan zelfs van die cabines met toiletten. Dat heb je daar niet gebruikt, maar... Nee, maar inderdaad, alles is er. Ja.
En prachtige omgeving. Zo, dat zal ik even laten zien. Eens kijken. Zo mooi. Dus nu gaan we op nog weer een stukje noorden. Brière. 500. Nee, 429 kilometer. Ja, 5,5 uur rijden, zegt hij. Wordt wel iets ingekort, denk ik. Even tanken onderweg. En het is ook nog vroeg. Nou, en dan willen we hierbij zeggen bedankt voor het kijken. Ja. En, tot de volgende vlog maar weer. We gaan weer op naar de volgende bestemming. Ja. Niet de volgende, maar de volgende. De volgende. De volgende is al bezet. Ja. Oh ja, en als je deze video nou leuk vond... Even een duimpje. En natuurlijk op de abonneerknop. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. We zitten inmiddels al bijna aan de 1800. Misschien als dit uitgezonden wordt. En wel meer. Nou, dat zou toch top zijn.